Wel, we hebben onderzoek gedaan naar internetgedrag van jonge kinderen. Het waren kinderen van 8 tot 12 jaar. Het is een studie die we in Vlaanderen hebben uitgevoerd. De totale groep was bijna 1500. En het onderzoek had eigenlijk een aantal doelen. De belangrijkste zijn: 1, we wilden kijken wat doen ze op het internet. In hoeverre misleiden ze hun ouders op het internet? Ja, zo ja, hoe doen ze dat dan? Een ander doel was ook dat we een stuk gekeken hebben in hoeverre dat er bewustwording is van het risico en of dat risico zich dan ook omzet in gedragsverandering. Dat waren zowat de hoofddoelen van de studie. En hoe staat het met de misleiding? Wel, wat we gezien hebben is dat ongeveer de helft van de kinderen, en dan moeten we zeggen de ouderen iets meer dan de jongeren, hun ouders misleiden op het internet. En ze zijn daar heel vindingrijk in. Hè. Ze maken eigen e-mailadressen aan waar ouders niks van afweten. Ze gebruiken nicknaampjes. Ze gebruiken ook een soort van, laten we zeggen, codetaal. Dat wanneer dat de ouder meekijkt, dat ze een afkorting chatten naar het vriendje aan de andere kant. En die dan weet van, oei, mama en papa zijn aan het meekijken, dus nu even geen dingen chatten. En ze vinden dat normaal gedrag? Ze vinden dat heel normaal. En als je hen daarover aanspreekt, dan zeggen ze ook van, kijk, jullie deden toch ook zaken stiekem vroeger. Waarom mogen wij geen zaken stiekem doen? En als je het eigenlijk vanuit de ontwikkelingspsychologie bekijkt, dan hoort het ook bij het normale gedrag van jonge kinderen. Het maakt deel uit van het volwassen worden, van het groot worden. En het andere punt, de bewustwording en risico? Wel, we hebben gekeken in hoeverre, we hebben die groep van kinderen opgedeeld in twee groepen. En de ene groep die kreeg een interventie, waarin dat we uitgelegd hebben wat de grote risico's zijn op het internet. En dat gebeurde eigenlijk aan de hand van mooie beeldjes, zodat kinderen van die leeftijd dat ook konden begrijpen. En de andere groep, die kreeg geen interventie, maar die kreeg neutraal wat informatie over het internet. Wat zagen we? Achteraf zagen we dat bij de groep die de interventie kreeg, het bewustzijn van de risico's ontzettend was toegenomen vergeleken met de andere groep. En we hadden eigenlijk gehoopt dat het verhoogd bewustzijn zich zou omzetten in veranderend gedrag. Maar dat bleek niet zo te zijn. En we hebben dan eigenlijk moeten concluderen dat er geen leereffect was, maar dat er eigenlijk een averechts leereffect was. Misschien hebben we die kinderen wel slimmer gemaakt. Hebben we hen een aantal tips gegeven wat allemaal niet kan en wat allemaal gevaarlijk is op het internet, maar we hebben geen gedragsverandering bij die kinderen kunnen vaststellen. Maar die kinderen zijn zich wel bewust van het risico dat ze lopen op internet? De kinderen zijn zich zeker bewust van het risico dat ze lopen op het internet. Niettegenstaande dat hebben we ook moeten vaststellen dat bijna 10% van de kinderen, gaat het ook om 130, 140 kinderen, afgesproken heeft met iemand vreemd die ze op het internet hebben leren kennen. Rekening houden met het feit dat je natuurlijk ook sociaal wenselijke antwoorden hebt als je dat soort van leeftijdscategorieën bevraagt ook. Wel, ik denk dat, tenminste gebaseerd op onze studie, dat het puur en louter informeren van kinderen over risico's niet helpt. Ik denk dat we heel duidelijk laten we zeggen, op regelmatige tijdstippen moeten doen. Dat we dat aan de keukentafel moeten doen. Dat we soms kinderen ook bij de hand moeten nemen en hen ook duidelijk maken van wat gebeurt er nu op het internet. Gewoon samen met je kind achter de laptop gaan zitten. Dat is ook iets wat Child Focus gevonden heeft in Vlaanderen. Zo van alleen informatieoverdracht, sensibiliseren werkt niet. Zeker niet met die jonge kinderen. Je moet eigenlijk ja, echte dingen samen gaan bekijken met die kinderen. En ook niet op een belerende wijze, maar gewoon ja, aldoende leert men, al hoort mij, ja, aldoende leert men, spelenderwijs. Wel, we hebben natuurlijk een aantal studies in de pijplijn zitten. Een eerste studie die we al, waar we al mee bezig zijn, is dat we onderzoek gaan doen naar slachtofferschap op het internet, een Europese studie. Een andere studie is dat we een stuk gaan kijken naar die mannen, vooral mannen met slechte bedoelingen, dat zijn er heel veel, die op het internet zitten, in hoeverre dat we hen kunnen afschrikken en hoeverre dat we ook wetgeving kan bijdragen aan, laten we zeggen, opsporing, handhaving, opsporing en vervolging ook. Maar daar heb je altijd een probleem met privacy. Daar heb je altijd een, dat is op dit moment een heel groot probleem. Dat is ook iets wat onderdeel uitmaakt van het onderzoek en wat moet bekeken worden. Wat kan en wat niet kan.